Het directoraat cultuur heeft een commissie in het leven geroepen om kunstenaars die een grote bijdrage hebben geleverd aan de kunstontwikkeling in ons land in de bloemetjes te zetten. Op donderdag 15 oktober 2020 werd de beeldend kunstenaar Ron Vlug geëerd. De communicatiedienst Suriname heeft dit moment voor u vastgelegd. Ik sprak met de mensen van de Nola Hatterman Art Academy. En bij het praten opperde ik het idee en het werd meteen overgenomen door de groep mensen die aanwezig waren. Met name de heer Koert Nahar, Rinaldo Klas en mevrouw Lalita Adin. En al pratend heb ik een commissie geïnstalleerd bestaande uit die drie mensen die aangevuld mag worden. Intussen is bijgekomen de heer Jules Brandvlu in de commissie en gezamenlijk gaan we werken aan het waarderen van onze kunst- en cultuurbeoefenaars. Hij heeft een heleboel gedaan voor wat betreft beeldend kunstwerk. Hij is ook al een man op leeftijd. En wij zeggen, we hebben al zoveel verloren. Zoveel van onze kunstenaars, zoveel van onze cultuurbeoefenaars zijn ons voorgegaan. En dat moeten we niet meer laten gebeuren zonder ze te zeggen, dankjewel. Dankjewel voor wat je hebt betekend voor ons als volk, maar zeker ook als land. We hebben dat gebied heel wijd verspreid. We hebben natuurlijk mensen die komen vanuit de muziekbranche. Dus niet alleen de kunstenaars, de beeldende kunstenaars. We hebben mensen die zich bezighouden of hebben gehouden met dans. We hebben vanuit de literaire wereld. U moet nagaan dat het niet alleen mensen zullen zijn of mensen op de lijst staan die er nog zijn. Maar we denken er ook aan om een groep mensen postuum te huldigen. Die zijn er niet meer, maar het betekent niet dat ze vergeten zijn. En we willen zeker niet dat ze vergeten zullen worden. Dus we gaan er ook documentaires over maken van wat de mensen hebben betekend voor ons. Zodat dat ook een stimulans kan zijn voor de jongeren, de jonge opkomende kunst- en cultuurbeoefenaars. En dat mensen in elk geval die kant van het verhaal horen en het serieuzer gaan aanpakken. Omdat cultuur waarde heeft. Toch? Cultuur zorgt voor ondernemerschap. Maar tegelijkertijd is het ook een toeristische trekpleister. Het brengt geld in het laadje. En wanneer we beseffen dat we cultuur op alle niveaus moeten gaan stimuleren, denk ik dat er een opleving zal komen, omdat cultuur een verhaal vertelt. Het vertelt een verhaal waar men zich aan kan relateren. Dus we moeten dat niet laten gaan, maar vasthouden en zeker veredelen. Als zij er niet waren, was Surinaamse kunst ook niet op dit niveau. We zijn begonnen met meneer Ron Vlu, omdat we hoorden hij is een beetje ziek. En omdat voor hem alle aantallen natuurlijk zijn heen gegaan. Zonder dat we, er is wel aandacht besteed aan ze, maar toch vanuit ons zouden we wat meer willen doen. En we zijn dus blij dat we dit nu kunnen doen. En ja, ook voor hem is het heel fijn. Hij flirt helemaal op. En zo gaan we dus verder met andere beeldende kunstenaars die ook een beetje op leeftijd zijn. En ook een aantal, een lijst op hun naam hebben van expo's en werken en wat ze hebben gedoseerd en wat ze hebben bijgedragen aan onze samenleving. En dat, die gaan we dan ook in de huldigen. De inspiratie die komt vanzelf of hij komt niet. Dus op een gegeven moment heb je een voorstelling van iets en dat dan maak je een in gedachten iets van, een afbeelding van. En dan kan je het op papier zetten en daarna vergroten of eventueel als het niet voldoet aan je ideeën, gooi het maar weg. Maar zo kan je bijvoorbeeld een toneeltje ergens zien en dat je kan het afbeelden in bepaalde dingen, in figuren of in mensen die om je heen leven en daardoor later komt er dan een schetsje op papier of je doet meteen met verf. Dan maak je een bepaalde
ideeën erover en dat kan je dan uitwerken. En als het dus bevalt, dan ga je ermee door. En het kan eventueel van klein naar groot worden. En anders, ja, gooi je het overboord. En zo krijg je dus allemaal van die ideeën als je over straat loopt of als je ergens in een locatie bent, een dancing of wat dan ook, dan krijg je een idee van hé, dat is leuk. Ja, en dat hou je dan vast. Nou, het is natuurlijk heel leuk om mensen in de bloemetjes te zetten, maar het gaat erom of die twee, dus zowel dat individu dat in de bloemetjes wordt gezet, als het directoraat, als de omgeving ook hoor, je collega's je een beetje ja, omhoog stuwen. En er zijn ook wel die je omlaag willen duwen. Maar als je daar tegen kan en doorzet, dan denk ik gewoon dat je wel, tenminste als er wat in zit, dat je wel wat bereikt. Ja.